ik heb natuurlijk heel veel wortels gegeten de hele dag door. En nee, ja, goed, weet je, ik heb natuurlijk de Engelse film gezien. En ik heb heel erg goed geluisterd naar vooral de humor die James Corden erin heeft gelegd. Dus daar heb ik echt geprobeerd wel te evenaren. Wat heel moeilijk is, want hij is heel grappig. En ja, en verder is het gewoon een film die je gewoon ook opslokt, weet je wel. Dus je gaat de studio in en dan gaat het eigenlijk ook wel een beetje vanzelf. Ja, op zich wel. Want ik, vooral vroeger was ik ook wel een bengel. Ik was ook altijd wel een beetje van het katkwaad uithalen, ondeugend en zo. Maar tegelijkertijd wel een heel klein hartje. En dat is Pieter Konijn ook. Dus in dat opzicht hebben we wel wat raakvlakken. Ik vind de scène heel erg grappig waarin hij van plan is om een wortel in het bouwvakkersdecolleté van de oude meneer Verhoeven te schuiven. En dat Benjamin hem dat vooral probeert af te raden, maar hij doet alsof hij hem niet hoort. Dat vind ik echt, ik heb heel erg daarom gelachen om die scène. Ja, ik ben zelf wel opgegroeid met vooral de verhalen van Pieter Konijn. En ik heb vroeger zelf ook de animatieserie, de eerste series op tv gezien. En mijn dochter die is nu 4 en die kijkt nu weer Pieter Konijn op televisie. Dus superleuk dat ik dan nu de stem van Pieter ben. Nee, we hebben geen konijn thuis. Wel 2 katten. Maar misschien als we ooit een groter huis hebben met een mooie grote tuin, dat er dan ook een konijntje erbij komt. Ja, ik denk niet dat alleen de kids de film moeten zien. Het is echt een familiefilm. En er zitten ook leuke grapjes voor de ouders in, die kindjes misschien niet helemaal begrijpen. Dus dat is ook altijd fijn. Ja, en verder is het gewoon, het is super grappig. Het is avontuurlijk. En het is ook heel lief. En het gaat ook over vriendschap en over familie. Dus genoeg redenen voor iedereen om te kijken.